In het prachtige Fries Museum te Leeuwarden staat een bijzondere tentoonstelling op het punt van openen, gewijd aan de iconische trouwjurk door de eeuwen heen. Deze fascinerende expositie, getiteld Ja, ik wil, belicht de evolutie van bruidsmode gedurende de laatste 250 jaar. Vanaf 14 september tot en met 16 februari kunnen bezoekers genieten van een verbluffende collectie van ongeveer 60 trouwjurken, elk een artistiek en historisch meesterwerk op zich. De allure van deze expo wordt versterkt door de aanwezigheid van enkele opmerkelijke stukken, waaronder de weelderige creatie van niemand minder dan Valentino, speciaal ontworpen voor koningin Maxima ter gelegenheid van haar huwelijk met Willem-Alexander, dat alweer 22 jaar geleden plaatsvond. Maar dat is niet alles. Het spectrum van ontwerpers strekt zich uit tot hedendaagse genieën zoals Victor en Rolf, met hun unieke interpretatie van de trouwjurk gedragen door Nicky de Jager. Ook de grensverleggende ontwerpen van Iris van Herpen en Jan Taminiau zullen schitteren op deze prachtige expositie. De oudste trouwkledingstukken die tentoongesteld worden dateren uit de 18e eeuw, een tijdperk doordrenkt van romantiek en traditie. Echter, de nadruk ligt niet alleen op het verleden, de tentoonstelling omarmt ook het heden en de toekomst van trouwmode, waarin sociale thema's als individualiteit, emancipatie en gendergelijkheid centraal staan. Het Fries Museum heeft zelfs een speurtocht uitgezet naar een trouwjurk die een bijzondere rol speelde in het collectieve geheugen van Nederland, die uit het legendarische tv-programma Ron's Honeymoonquiz. Deze populaire show, uitgezonden tussen 1987 en 1996 op Tros en later RTL 4, heeft ongetwijfeld bijgedragen aan de verheerlijking van de klassieke, lange witte trouwjurk. Het vinden van deze specifieke jurk zou een waardevolle aanvulling zijn op de tentoonstelling, waardoor bezoekers een stap terug kunnen doen in de tijd en de nostalgische charme van die periode kunnen herbeleven. Kortom, Ja, ik wil, belooft een meeslepende reis door de geschiedenis en de maatschappelijke betekenis van de trouwjurk, waarbij elk stiksel een verhaal vertelt en elke zoom een herinnering oproept aan liefde, traditie en vooruitgang.